voedingssupplement is per definitie samengesteld uit essentiële voedingsstoffen. Essentiële voedingsstoffen, dat zijn stoffen die nodig zijn voor de mens om gezond te kunnen blijven. Maar nu is het zo dat in bredere zin onder voedingssupplementen ook alles valt wat een heilzaam effect kan hebben op de gezondheid of op de levenskwaliteit. En dan denken we bijvoorbeeld aan planten en kruiden, waar meer traditionele voedingssupplementen, bijvoorbeeld vitamine, mineralen, of spoorelementen zijn. Een voedingssupplement wordt eigenlijk in principe alleen gebruikt wanneer er een tekort is vastgesteld en dan kan het door de arts voorgeschreven worden. Nu, bij kanker is dat vaak een ander verhaal. Natuurlijk kunnen er bij kanker ook tekorten aan voedingsstoffen optreden, maar veel mensen grijpen op dat moment naar voedingssupplementen omdat ze het gevoel hebben dat de klassieke behandeling ontoereikend is. Daarnaast willen ze ook voedingssupplementen inschakelen om hen te helpen vechten tegen nevenwerkingen, om hun levenskwaliteit te verbeteren en vooral, dat zien we heel vaak, om controle over het ziekteverloop terug te krijgen. Dus eigenlijk het gevoel hebben zelf het ziekteverloop te kunnen controleren of toch mee te kunnen controleren. We zien zo dat eigenlijk tot 80% van de mensen met kanker grijpt naar voedingssupplementen. Wat de controle op voedingssupplementen betreft, die is veel minder dan bij de productie van geneesmiddelen. Bij geneesmiddelen of medicijnen is het zo dat de productie echt van A tot Z wordt gecontroleerd, tot en met de bijsluiter en de verpakking bijvoorbeeld. Bij voedingssupplementen is dat helemaal niet zo. Daar is een beperkte controle op gevaren die tijdens de productie zich kunnen voordoen, zoals een besmetting met ziektekiemen, pesticiden enzovoort. Dus mensen die voedingssupplementen willen gebruiken, doen dat best via de apotheker. De apotheker is namelijk verantwoordelijk voor het product dat hij of zij verstrekt en zij zullen nagaan of een voedingssupplement betrouwbaar is. Wie supplementen aankoopt via internet, die moet heel, heel voorzichtig zijn en dat kan ik eigenlijk gewoon alleen maar afraden, omdat daar eigenlijk weinig of helemaal geen controle is. Zelfs geen controle op de gevaren tijdens de productie.